Hallo, welkom bij het atelier van Nuria. Kom binnen. Goeiedag, dit is Nuri Maria, een van mijn favoriete kunstenaars. En we wilden eigenlijk al eerder gaan exposeren met Nuria. Maar helaas kom ik nu van. Maar ik ben al super blij dat we voor het eerst in haar atelier kunnen zijn. En Nuria, goeiedag, hi. Hi, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Zoals je misschien al ziet, ze heeft een schitterend atelier. En Nuria, ja, misschien wil je vertellen in ieder geval iets over hoe jij bent begonnen. Ja, ik ben met schilderen eigenlijk begonnen nadat ik klaar was op de academie. Dus dat is 5 jaar terug ongeveer. En toen werkte ik nog iets figuratiever. Ik was eigenlijk op de academie veel met film bezig. Dus ik begon met schilderen vanuit een vrij scenario-achtig idee. Dus heel veel een situatie en dan met echt een verhaal in mijn hoofd. En eigenlijk naarmate ik doorging, ben ik me steeds meer gaan concentreren op de kleuren en de vormen. En ook op meer herinneringachtige sferen die ik dan in vorm en kleur probeerde weer te geven. Dus naarmate zijn de werken steeds abstracter geworden. Nuria, kan je misschien wat vertellen over dit schilderij? Yes. Dit is, hij heet Summer Blue White. Het is voor mij best wel gebaseerd op de lucht. Dus ik kwam op dit idee door het idee van lekker de hemel in staren als je in de zomer in een weiland ligt. Dat was het eerste insteek eigenlijk. En ik ben heel erg als kind al beïnvloed door fresco's, veel door mijn ouders meegenomen in Italië en zo. En ik heb heel erg in de structuur gewerkt dat je een bepaalde zachtheid erin krijgt. Dat er wel een soort diepte in zit, maar er zit een soort, wat je bij de fresco's ook vaak hebt, een soort aaibaarheid in en een soort vervaagdheid in kleur. En dat was iets waar ik met deze heel erg op uitgeleefd heb. Nee, dat is inderdaad, wij zien dat hier allemaal, maar het klopt. Het is inderdaad, de structuur zit ook een beetje, zie je de achtergrond, gaat hier doorheen schijnen. En dan heb je hier de kleurverschillen die je dan hebt. Ik vind het inderdaad heel mooi aangezet. Het heeft, inderdaad, je zei dat zachte je wilt aanraken. Mm-hmm. Dat klopt inderdaad wel.